Ik ben Stef Visjager, ik ben radiomaker, podcastmaker en ik ben nu al 1,5 jaar embedded bij de Nationale Opera. Ik mag 1,5 jaar meelopen achter de schermen en mijn gedachte was dat het drama achter de schermen bij de opera net zo groot zou zijn als in de opera zelf. Nou, en dat is heel erg waar. En ik probeer in de podcast om juist de kleine dagelijkse dingen, de grappige momenten, de verdrietige momenten uit te lichten. Iemand schreef in een artikel, het is een soort, dus ook als je niet van opera houdt, het is een soort real life soap achter de schermen. We zouden vandaag bij 5 uur live zijn om hierover te vertellen, maar nee, corona. Dus wij gaan heel hard doormonteren. Vrijdagavond zou de première zijn van de opera die ik 1,5 jaar gevolgd heb. De opera Ritratto. Wij hebben nog de generale repetitie meegemaakt. Maar de uitvoering deze week tijdens het Opera Forward Festival komt er niet van. Daar gaan we allemaal over vertellen in de podcast. Ik kan al wel vertellen dat het heel erg vreselijk en verdrietig is voor alle zangers en makers die er zo lang aan gewerkt hebben. Het volle verslag straks in de podcast en ook over een paar weken bij 5 uur live. Voor nu zoek op in je podcastfeed of in iTunes Making an Opera of Hoe het te maken in opera. En ik hoop tot over een paar weken bij Daphne aan tafel bij 5 uur live. Dag!